Online is echt dood, dus ja, het is de Road to Glory 3. Dus gaan we, ja. Even lekker squad battles. We gaan proberen de bommen te halen, ja. Deze peek. Ja, je weet toch. Ik denk dat ik morgen nog live ga proberen in een Road to Glory. Om de Fish Rabbit te gaan spelen. Misschien goud 1 taal in gaan. Goud 3, maar meer gaat echt niet lukken. Oh ja. Squad battles dus. Lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Je wint bijna half. Welkom allemaal. Mijn naam is Sierke Vos. De jonge man die naast me heet Jeroen Grutter. En we gaan kijken naar een FUT Squad Battle. Mensen, ik ga even naar Radje maken. Ik kijk er naar uit, Jeroen. Daar staat dan op. In FUT Squad Battle zien we vaak wat meer variatie dan in de grote wedstrijden. Nesta is trouwens op. Hij was geen squad. Zo wordt er in de squad battles wel eens een andere opstelling geprobeerd. Gaat straks wel. Spelers een kans om zich te maken van 25k coins. Radio Mané. Niemand in de buurt daar. Hoe heet het? Opmaken, dat doe ik nu wel. Dan, dat doe ik dan wel gelijk. Hun winstsoft. Dat doe ik ook, hoe heet het? Dat loopt goed af met die ingreep. En wat doet de scheids? Dat doe ik ook. Een strafschop. 10 euro. Met deze gelijkstand. 4 punten, dat gaat. Die sliding is inderdaad niet volgens de regels. Ik snap wel dat er wordt afgefloten voor deze sliding. Veel harder. En ik denk dat ik ook ga schrijven. Doelpunt. Een andere serie. Hij verzilvert die strafschop voor Pauco. De score is hier open. Het is 1-0. Lamp scoort de eerste mensen. Mooi straks. Misschien kunnen we die goed leren. Poep op maar snel. Prank. Een prank, joh. Sadio Mané. Jamie Vardy. Jamie Vardy. Zo, die zat nog bijna. Hoekschop wordt voorgegeven. Ja. Hij komt hier op. Oh ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Zou wel eens wat kunnen worden. Door die tackle is die bal kwijtgeraakt. Lekker kijk, hè? Hunk, Minson. Kom. Ze mogen een inbord nemen. Oh, mijn god. Wordt ingeleverd. En nu wordt het oppassen. Tak. Tak. Hoho. Sadio Mané. Doelpunt Sadio Mané. Toch nog lekker goed. Makkelijk. Makkelijk wel spelen. En spits. Zegt hij wat een geweldige speler. Echt spits. Het is een links mits hier. Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Oké, daar gaan we, boys. Gaan. Ja. Gaan we lekker. Hij schiet een mis. Moeilijk. Hij schiet een mis. Dan moet je bijna geometrie hebben gestudeerd. Max wel, nee. Ik heb geen metrie gestudeerd. Nels of zijn mail. Jamie Vardy. Ja, maar. Ze schreeuwt er en pakt de bal af. Frank Lampard. Kans hier. Wat een Hij schiet hem van dichtbij in. Geen bijzondere prestatie, maar ik heb mensen schrijven op het briefje, die 3, dus ik kan het nog vertellen over die 3. Die 3. En dan doe ik een challenge van een kijker. Oké, boys. En die kijker is Nesta. Gaat dit wat worden?
Nee, kijk. Oké. Okay. Ze zitten tussen. Ik ga al mijn vrienden die dan online zijn. Morgen of zoals. Ga ik vragen, ga ik challenge doen voor FIFA. Goed werk. En kijk wat ze zeggen. Hij komt op tijd uit. Pak de bal zo voor zijn voeten. Dan weet die paas onderschept. Goed opgelet. Sadio Mané. Ik hoop hier wat deze paas. Heung Min Son. De scheidsrechter let er goed op. Dit was inderdaad buitenspel. En we gaan. Oké, mensen, en we doen. Ja, ga maar door. Nesta. Sadio Mané. Ah ja. Boys, en ik doe. Ik ga mijn naam nog veranderen. Die kan ik ook in. Nergens op. Verander ik mijn naam naar. Ah, op de vleugel. Gaan we doen, boys. Die bal mag erin. Oh! En dat moet toch frustrerend zijn voor die achterhoede. Want zo slecht zal ze echt niet meer spelen hoor. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ze leveren de bal in. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Goeie mensen, zou ik nog een keer GTA livestreamen, keertje. En hij komt eruit, met de bal. Het was een mooie kans, maar dan zette de fluit, omdat hij in buitenspelpositie stond. Sadio Mané, Heung Min Son, Jamie Vardy. Ja man, ik geef een hapje. Schiet hem over de achterlijn. Mensen, ik ben een beetje aan het kloten. Een beetje dragbacks en zo. Dat zien jullie waarschijnlijk ook. Hij zit er goed tussen bij die pas. Oké, lekker man. Ja man. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Hij heeft lekker de bal. Diep. Hij kan nu snel de aanval zoeken. En saaie man. Tikt hem mooi. Ongrijpbaar voor die spelers in de achterhoede. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in het duel. Ja, komt hij aan, hè? De dribbel van Kun, hè? Oh, dribbel. Sadio Mané. Hij dribbel. Wat gaat hij hiermee doen? Hij dribbel. Blijft terug aan de bal. Dribbel. En stuurt die ballen maar. Van het team, oké? Ja, kans. Toch de kans. Griezmann met een poging. Oh, Griezmann. En een geweldige goal voor Formidable. Antoine Griezmann. Ik denk dat ze te veel ruimte gaven daar. Haha, zie je van ruimte. En hij heeft maar een klein straatje nodig. Ze hadden beter moeten weten. Einde eerste helft. En met 6-0 valt er voor de ene ploeg. Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krachtverhouding goed weergeeft. De tikken zijn helemaal uit. Maxwell Cornet. Voorzet kan vanaf de flank. Die tackle zet hem van de bal af. Dan komt de schoenen wel in. Die paas komt bij Lampard. Mensen, straks leer ik jullie ook even hoe je makkelijk komt. En het onderschept die paas. Ik in een uurtje. Ja, de speler werkt de bal weg. Het is niet leuk, maar ja, je hebt gewoon coins nodig. Maxwell Cornet. Doe ik het even. Is alweer even aan de bal. Niet zoveel coins nodig, maar een beetje. Inworp. Maar. Deze week wil ik in onze rode zone misschien wel een nieuwe speler zoals toch. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Jamie Vardy.
kunnen ze profiteren van deze paas. Hij stoomt verderop. De verdediging zit ertussen. Ja. Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar. En die zal zo in worden gebracht. Echt? Die bal mag erin. Daar wordt goed verdedigd. Zijn pas komt rechtstreeks met de tegenstander terecht. Ja joh, lekkere Mike. Nog lekkerder. Jamie Vardy. Griezmann. Frank Lampard. Buitenspel. Nou, dat zal een paar centimeter zijn, want ze leken op gelijke hoogte te staan. Er wordt een speler gewisseld. Ik heb Griezmann. Kan er hier voor gevaar zorgen? Jamie Vardy. Dan weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. We hebben inmiddels een leep balletje diep. En hij kan doorstomen. Daar is dan toch het gevaar. Deze komt op het scorebord. Maar verder heeft het weinig om het lijf. Indrukwekkend hoor. Wat een heerlijke trap. En zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. We gaan verder spelen. En de stand is 6-1. Een klein straaltje zonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. Hun ploeg hard geraakt van dichtbij. Oh, maar hopeloos, troosteloos, machteloos. Het is echt afschuwelijk. Volgens mij raakte die in paniek of zo. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Ja man, Nelson. Wat doe je ook, jongen? Heb ik rood of zo, man? Hij heeft tijd om iets te bedenken. Voorzet bij de tweede paal. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Met een simpele actie op het doel. Ja! Ik ga hem wisselen. Iemand die Nelson Smedo kan wisselen. Ja, ik draag wat hier rechts met niet. Oh, ja, kon hij zo. En een redding! Is het de buurt van die Spanje? Op de hoekschop in het midden. De spits komt de bal richting Spanje. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd, of niet, Jeroen? Ja, dat is een eindje voor de keeper. Daar gaat het balbezit. Wat gaat hij hiermee doen? Die inzet is een eindje voor Alisson. Gaat die gaat uit via Koeman. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. We hebben nog 20 minuten te gaan. Bal bij de kruis. Hij zou stil moeten zijn. De bal ketst af op een speler. Inworm. Hij kan mooi doorstomen daar. Maxwell Cornet. Gerard Moreno kan hier verder. Een kansrijke situatie. Lekker! Volgende keer, joh! Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op kreeg? Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Dat is moeilijk. Ja, het gaat eigenlijk precies zoals iedereen verwacht had. Is hij eens binnen? Meen je ook echt voor de borst? Nee, dit loopt er bijna op niets uit. Als je dat, hij past nauwkeurig vandaag. Gerard Moreno kan hier verder. En daar gaat hij voor de uitbraak op de brommel. Taakson. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Ook met een zacht schot kun je dus prima scoren. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Gerard Moreno. Moreno is wel 62. Nou, ja. Wat kan hij hiermee? Die doelman moet opletten. Blijft goed aan de bal. Alisson krijgt zijn vuist tegen die bal.
goede kans. Ja, man. Redding van de keeper. Daar is dan ja, man. Gevaar. Dat is weer heerlijk. En hij heeft heerlijk toch al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Zit er goed tussen bij die pas. Hebben we weer gescoord. Achter. En een receptiepaas. En is het, ik, ja, ik dacht dat het leuk was. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En nu wordt het oppassen. Ik ben cool, ik ben vet. Iedereen wil wat. Ik denk dat deze man van het verkeerd krijgt. Zie je alles. De bal zeilt het weer van het doel af. Toch jammer hoor, met deze mogelijkheid. De bal wordt ingeleverd. Sterke actie op de bal. Gerard Moreno. Frank Lampard kent de bal. Die paas komt bij Lampard. Dan de voorzet vanaf de vleugel. Een derde. Nee, ik vind Moreno ook nog een bordje. En boys, het is een hij heet Gerard. Dat is toch genoeg reden. Dribbelt verder richting doel. Wat gaat hij hiermee doen? En hij is de doelman doet niet mee aan het feestje. Nee, wat denk je? Hij had graag nog... De scheidsrechter fluit. Ja, ik denk dat ik het rap mee moet gaan maken, boys. Dat loopt goed af met die ingreep. Doelpunt. Hij verzilvert die straf op foutloos. En nu wordt het oppassen. Nee, ja. Er zit een voorzitter, maar nee. En dat is een doelpunt, Sadio Mané. Toch wel lekker als je zo makkelijk tot scoren komt, hoor. Wat gaan we nou? Frank Lampard. Kans hier. Wat een mooi doelpunt. Jongens, ik weet niet hoe ik het had. Dichtbij het. Ik weet zonder prestatie, maar ik heb een 10 euro ja, meeste 10 euro hoort het. Veel punten geld uitgeven, dat is dus 25k. Dat is één pakketje. 3 keer 2 spelen pack. Daar wat vergeet ook dat. En een challenge van een het gaan draaien was. Ritsman met een poging. Messi. En een geweldige goal. Formidable. Een leep balletje diep. En hij kan doorstomen. Daar is dan toch het gevaar. Het is geld uitgeven, mensen. 25k. Weg. Dat is mooi kut. Mensen, dan laat ik die cheat ook gelijk straks zien. Nou, geen cheat, maar. Nou, oh, ik heb nog een pakketje te kunnen maken. Ja, dat boeit niks. Dit boeit echt niet wat iets. Winkel. Eerste premium, een jumbo pakket. Borden. Oké, dit is een andere club die mij mooi niet verkopen. Ja, er zijn er 25 kaartpakketten. Oh, we kunnen ook gewoon eentje van deze. Misschien zelfs twee. En eerst en niks. Nee, doe misschien. Nee, dit is wel goed, denk ik. Oh, Duran. En dan. Dan laat ik jullie nu even cheat zien. Ja,
Nou, kijk, jezus, ik zal even dat je ziet, maar het is niet. Kijk, je zet deze op. Je kan gewoon die bieden, zet je op 350. Goud. Zo. Ga je het opzoeken? Zoek je, ga je hier naartoe? Heel veel bieden. Oh, als je het nu doet, dan niemand dat gewoon. Ja, ik kan beter gewoon in de avond. Ik betaal een keer, dude. Ik betaal een keer. Kan het beter gewoon in de avond doen. Ja, ik denk dat. Ja. Kut, ik heb nog maar heel weinig HP. Oké, om het goed te maken doen we wel. Oké, ik heb een leuke. We geven nog 12,5k uit. Als we hier drie dingen geen board pakken. Dus dat is wel heel. Nee, als we in. Ik heb geen idee. Kijk mijn tv, oh mijn god. Geen manier of net, oh mijn god. Deze gaan we inleveren. Dan doen we gewoon even zo. Kijk, look at me. Premier League. Gaan we even hier spelen spelen. Heel veel, ik heb erg mijn tv. Ja, hij heeft echt weinig goed gespoeld. Fuck! Mijn vader is opgeschoten. Ik ga hem hier zo verstoppen. Je weet dat dit op YouTube niet staat, hè? Ja, even dat ik zeg dat het is dat je moet krijgen. Kom. Oké, weet je wat? We gaan gewoon twee dingen doen. Ik vertrouw dat we borgen gaan back. De eerste is geen borden. Dus houd van je heel goed in de hand. De tweede is wel borden. Die wist ik. En een borden. Ja, ik zie hiervoor. Ja, noem mij dit een walkout.
Een borden, ja, het was een borden, maar ik bedoel van... Weet je? Ik heb een leuke. Oké. We gaan die hele markt met je doen. Weet je hoe easy dit is? Nee, ik speel geen Call of Duty. Mensen, anders heb ik sowieso voor jullie op mijn YouTube kanaal. Kom, we gaan die wil ik. Nee, dat kan niet. Dat vond ik. Ga maar een beetje. Meer linkers nodig. Laten we nu nog even kort zijn. Dank je. Dank je zeer.
Lekker. Het is gelukt, boys. Oké. Okay. Als we hier geen border uittrekken, dan... Ik was niet. Ja. Fido. Ja. Fido. Ja, best wel. Ja. Op zich, is best prima. Wereldklasse, boys. Ik ga even naar de wc. Goed zo. En die schoort een beetje borstang geven. Hij mag thuis voor mij. Dit team. Ik weet niet wat ik ervoor moet zeggen, man. Het is niet aan. Doe maar, jochie. Ik vind alles best. Mij ook. Iedereen, van harte welkom bij EA TV. En vandaag doen we een verslag van deze wedstrijd. En we, dat zijn Sieter Vos en Jeroen Gutter. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Nelson Semedo. De scheidsrechter geeft een hoekschop nadat die bal is weggewerkt. Al naar het midden. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. Maxwell Cornet. Gevaar is geweken, de bal is weg. Gabriel Jesus, knap hoor, die steekpas. Martin Ødegaard. Stel naar die redding van Alisson. Oh mijn god, wat. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Laten we eens kijken naar Antoine Griezmann. Toch een van de beste spelers ter wereld. Ontzettend belangrijk voor de ploegen waar hij speelt. Een strafschop. Hij probeerde een achterstand te voorkomen, maar begint daarbij die overtreding. Robertson. Ja, en wat een kans op de voorsprong nu voor de tegenpartij. Een strafschop, nou, vind ik niet hoor. En dan legt die bal erin van de veldmeter. Is het? Die bal passeert de keeper vanaf de strafschopstip. De druk bij een strafschop is altijd groot, want hij moet erin. En dat lukt ook. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Wijnaldum. Bal wordt via de vleugel gespeeld. Ik ga straks even kijken of het top 103 Max zou zijn. Maxwell Cornet. Dan schiet de bal zo naar de tegenstander. Martin Ødegaard. Redding en vast. En de doelman kan hier even de druk niet aan. Belabberd. Een kapitale. Kijk maar eens hoe slecht hij die bal neemt. Ik heb al lang voor jullie geen Jesus. Nee, hartstikke. Zelf wel. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedacht? Hij komt niet eens in. Nou, mag ik een pietje beheersen? Doe. Hij raakt die bal helemaal verkeerd. Lekker. 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 Dat schiet me lekker. Inzet van dichtbij. Onschadelijk gemaakt. In het midden van de 16. Uiteindelijk levert dit geen resultaat. Gewoon opnieuw proberen. Het ziet er voorbelovend uit. In zijn handen. Frank Lampard krijgt de bal. Zou wel eens wat kunnen worden. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Wijnaldum. Nou, wat kan hij hiermee? Goede actie. Het wordt wel een inworp. Trossard.
Wijnaldum. Leandro Trossard. Bal wordt teruggelegd op het teamgenoot. Gabriel. Jesus. Trossard voor het leven. En die bal is voorlopig weg. Dit kan er dus een kans op leveren. Wat gaat hij hiermee doen? Die is echt Gabriel, Jesus! Zo wat een mooie zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Ik weet niet, nee. Ze geven de bal weg. Dat klopt niet. Leandro Trossard. Ja, dat komt uiteraard een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hey Jeroen, daar ontsnap je echt aan de kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Hey Jeroen, hij ging op de back. Hey Jeroen, hij deed helemaal niks. Een mislukte paas. Toen ging hij op de back. Je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Hij krijgt hulp. Vandaag hebben we heel erg. Gabriel Jesus. Jeroen groeit en zie je de fonds. En een klein beetje Ebola. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Daar gaat hij, jongen. In de uitbraak. Som. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Ze blijven in balbezit. Dus Gabriel Jesus. Daar gaat hij afstaan, jongen. Nee. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. Ja. Leandro Trossard. Ja. Ja. Is alweer Reva aan de bal. Ik ben zeer te volgens. Pak de bal goed af. Die maar. Een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Hector Bellerin. Nabi Keita. Nou, deze 10 seconden kun je zo op een trainerscursus laten zien. Zo hoor je een bal rond te spelen. Prachtig. Al vroeg onderschept die bal. Martin Ødegaard. De keeper heeft hem. Alle vrijheid op de flank voor Antoine Griezmann hier. Net op tijd ertussen. Wijnaldum, Martin Ødegaard, Gabriel Jesus. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Nee, laten we dat even niet doen. Lekker Wijnie, lekker Wijnie. Lekker Kieta. Lekker, man. Oh, wacht. Anorado, dan komt het, gaat niet door. Klopt, de assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd haalt hij zijn vlag omhoog. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ja, gevaarlijke spel. Ja hoor, daar gaan we, boys. Mensen, ik ga deze livestream af. Als een fucking... Als ik in...